Meneer Buma, nog even, is dat ze zegt, binnen de islam is er steeds minder ruimte voor een verlichte stroming van de islam. Zegt, het wordt steeds orthodoxer, onder andere door geld uit Saoedi-Arabië en de golfstaten naar de moskeeën in Nederland. Ik weet dat u ook al heel lang daar een einde aan wil maken. En dat lukt maar niet om die geldstromen te beperken. Hoe komt dat toch? Nou, de minister is bezig met een voorstel, maar het moeilijke is dat je de foute geldstromen eruit wil halen en de goede geldstromen niet. Dat is één. Twee, je kan via omwegen alsnog geld proberen door te sluizen. Maar je ziet het zeker, de school die laatst in Rotterdam zou worden opgericht, was geld uit Kuwait of Qatar. Het is wel gestopt daar, het is niet doorgegaan. Maar met name inderdaad de rijkdom van die landen en ook de poging echt om dat salafisme of andere orthodoxe stromen hier te krijgen, is heel gevaarlijk. Maar waarom kan dan, ik begrijp wel dat er juridische beperkingen zijn, maar waarom lukt het alsmaar niet, want we zijn hier al meer jaren mee bezig, om gewoon te zeggen, jongens, dit willen we niet, we doen dit niet meer. Nou, het is de vraag of het niet gaat lukken, want er moet een goede wet gemaakt worden. Het punt van deze wet is dat, nogmaals, je wil niet dat bij wijze van spreken je geld uit Kuwait stopt, maar dat die Kuwait vervolgens via Amerika, België, weet ik wat voor landen, het geld hier alsnog krijgen en uiteindelijk in Nederland en alsnog kunnen geven. Dus je moet het dan ook goed doen. Het is denk ik ook meer dan alleen maar dat wahhabisme, het is, of salafisme. Het is inderdaad een orthodoxie die in die stroming zit. En er is natuurlijk wel de hoop geweest dat er een soort Europese verlichte islam zou ontstaan. En dat die zeg maar onze waarden en normen zou hebben en in de zuilen paste van vroeger. Mm-hmm. Dat is op die manier niet gebeurd. En daar zijn heel veel oorzaken voor, maar dat is wel een van de dingen waar we mee kampen. Het is ook waar Ayaan, dus nee, je kan het boek ook niet gelezen hebben, Ellie, want dat komt nog uit. Maar waar Ayaan het over heeft, die zegt van dat moeten we proberen te stimuleren. Ah, ik denk dat de islam heeft, er zijn verschillende kanten. En je moet stimuleren de vorm van islam die past in dit land. Want er zijn heel veel mensen hebben hun geloof, hebben daar recht op. En willen ook gewoon meedoen. Ja, dat moet je stimuleren. En de orthodoxie moet je toch. En zeker als dat anti-vrouw of anti-homo wordt, dan moet je daar echt wel streng op zijn. Ja.